Spike kwam even een bliksembezoekje doen vanmiddag. En ja, ik weet niet hoe hij het voor elkaar krijgt, maar hij had nou echt weer de allergrootste mega, giga, pimp, bandbus die ik ooit gezien heb. Kijk, als ik of jij erin zou rijden, dan zou je uitgelachen worden, maar hij komt overal niet weg. Je hoort hem al, bij wijze van spreken, al aankomen als hij thuis weggaat, weet je. Ik bedoel, zoveel herrie maakt dat ding. Ik begrijp niet hoe dat ding überhaupt nog rijdt. Ik vind het een monsterlijk gaaf ding gewoon. Ja, absoluut. Nou, ik ben hier vandaag omdat ik een probleem had met een gitaar van mij, een Gibson. Ja, voor mij valt het wel mee, voor mij is het wel te repareren. Ja, dat kan het zijn, hè? Ja. Kijk maar, ik hoor het zelf maar. Kom op, man. Ja, maar ik maak die koffer open en ja, het is gewoon te erg voor woorden. Hij komt dan met een reparatiegevalletje. Zegt hij, had al gebeld van ik heb een reparatie. Zit ik, nou oké. Geen probleem, maar je maakt dat ding open, dat ding ligt gewoon in 3 stukken. Wat heb je gedaan, jongen? Ja, het was in het heet van de strijd, in de laatste minuut van een concert. Ik heb een gat in mijn speakerkast van mijn Hiwatt-box. Er zit al een gat in. Dus ik dacht aan het einde van, nou, ik ram die gitaar er doorheen, er zit toch al een gat in. En met volle kracht ram ik hem dus niet door de speaker heen, maar tegen het houtwerk aan. Toen was die nek, die zei tak. En toen dacht ik, als die nek al gebroken is, dan maar helemaal. Maar ja, dat gaat echt in een split second. En dus het was meer vanuit energie en waas gebeurde dat. Moet je ook vooral niet veel relativeren of over gaan praten, want dan word je veel te ongelukkig. Ik ben Gabrielle en ik kom vandaag een gitaar kopen. Ik hoorde dat jullie hier een Gibson Les Paul uit een reissue hebben van 59. Ja, we hebben een stapel. Zullen we even naar boven lopen? Ja. Kunnen we even kijken. Ja? Nou, vandaag kwam er een hele leuke jonge blonde dame de winkel binnen. Dan heb je eigenlijk al meteen de associatie van nou, die komt een beginnersgitaartje halen. Meestal als ik in een muziekwinkel kom, dan kijken mensen me wel altijd aan van ja, jij kan vast niet spelen, zeg maar. Dan kom je daar binnen lopen met je tasje en dan. Maar dan, ja, dan speel ik en dan kijken ze meestal wel raar op. Wat gebeurt hier, weet je? Het is echt helemaal goed, helemaal gewoon top. Gabriel ziet er eigenlijk uit als een heel lief meisje, wat ze natuurlijk ook is. Maar dat spel is heel divers. Ja, ik hou er heel erg van om blues en jazz te spelen. Ze kan ontzettend rustig spelen, maar ze kan ook echt flink hard rocken. Ja, soms wel met hem gewoon echt alles door elkaar eigenlijk. En dat zou je eigenlijk helemaal niet verwachten bij zo iemand. Maar ja, dat maakt het ook wel heel bijzonder natuurlijk, want de meeste mensen die verwachten dat ook helemaal niet. Gitaar spelen betekent voor mij eigenlijk, het is eigenlijk echt mijn passie. Want ik doe het echt iedere dag als ik thuis kom van school, gewoon ja, wel een paar uur oefen ik soms. Omdat ik eigenlijk wel iets met gitaar spelen wil doen later. En dan heb je eigenlijk wel huiswerk, maar gitaar spelen is dan toch leuker en dan steeds tussendoor even een paar minuten spelen. Nou, ze had dus zo'nzelfde soort gitaar, had ze gezien bij een soort supermarktachtige winkel hier in de buurt. Maar ja, die tipte niet aan deze. Maar het voordeel is, kijk, bij die goedkopere gitaren, daar gebruiken ze van allerlei soorten hout. Tenminste wel mahonie, maar dat ook dus het zware mahonie. En dan moeten ze dat soms dus weight relieving, zoals dat dan heet, om het lichter te maken. Maar hier zoeken ze natuurlijk gewoon de beste stukken uit, dus de lichte, mooie. En je ziet ook altijd bij dit soort gitaren dat je een hele mooie nerf aan de zijkant hebt. Dat is heel opvallend bij custom shop. Ja, deze was gewoon voor haar de gitaar. Vanaf het eerste moment was het duidelijk. En ja, daar ontkom je gewoon niet aan. Je moet eigenlijk even zien als je het licht haalt. Dat zie je natuurlijk als je daar op het podium staat, dan zie je dus dit. Kijk, dat is. Ja, dit is gewoon het verhaal. Ja, ook heel erg.
Maar je moet wel zorgen dat als je hiermee op het podium dat je hem echt met arend ogen zeg maar, volgt. Dus als je even niet speelt, dan moet je gewoon zorgen dat hij echt veilig staat. Want dit hij is zo vertellen. Ja. Dit wil echt iedereen hebben. Ja. Wow, de kop is eraf, de nek is gebroken, de body staat op uit elkaar vallen. En... ja, hij mondt gewoon alles. Dan heeft hij een gitaar, die hebben we net van opgeknapt. Hè. Dat is gewoon echt een gitaar, dat is helemaal gepind met toonpro's, goede dure Gibson. Maar hij ramt dat ding gewoon in tien. Waarom hebben we dat ding net opgeknapt voor je? Ja, dat is waar, maar hij klonk ook zo lekker dat ik me zo erin verloor. Ja, joh, kon en ik. Nou, maar hier is er een tank overheen gegaan, dat kan niet. Denk je dat dit nog te repareren valt of anders is het gewoon kunst? Ik denk dat het, als we het niet als een uitdaging zien, dan kunnen we het net zo goed ophangen. Maar... ja, ja, dat kan ook nog, maar het is natuurlijk wel... Het zal lastig worden, denk ik. Ik moet het nog maar zien. Ja. Ja, we gaan het gewoon proberen. Ik bedoel... ja? Ja. Ja, dat gaat gewoon... het is gewoon niet normaal, weet je. Het kan gewoon niet. Je bent een lulspraak. Het enige waar je dan gewoon een beetje pissed off over bent, is dat hij maar denkt van dat doen we wel even, weet je. Maar ik weet gewoon echt niet of het gaat lukken. Ik bedoel, dat moet gewoon maar blijken. Ik weet het niet. Weet ik. Nou, kijk uit, die snaren. Wel voorzichtig doen met de gitaar, hé. Ja. Je moet wel de snaren mooi in de koffer natuurlijk. Ja, ik heb zeker wel vertrouwen dat hij, als Robert zegt dat hij te maken is, dan... wel een man van zijn woord, dus dan ga ik er wel vanuit dat die dan gemaakt wordt. Ja, lukt het hem niet, ja, dan zijn de rapen schaar. Les Paul heb ik natuurlijk heel lang gespeeld vanaf zeg maar de... eind 60 jaar, halverwege de 70 jaar, toen ik BC Bridge gaan spelen. Maar ja, dan kom je toch bij die Les Paul Gibson en dan heb je toch iets van, ja, dat past toch wel iets beter in onze stijl van spelen en de muziek die we maken. Dus dan doe je dat weer en dan zijn we weer blij. En dat, zo gaat het maar door. Ah, weet je wat tof was? Eigenlijk waar het om draait is het feit dat het rhythmgeluid bij die BC Bridge al het klote was. Dat vervormde al veel te veel. En dat is bij die Les Paul publiek echt ongelooflijk goed. Ja, het past gewoon lekker bij je. Het voelt gelijk handzaam aan. Je hebt er gewoon geen moeite. Ik heb dat ding gelijk gebruikt op de bühne. Ik heb hem gehaald en misschien een dag later ben ik gaan spelen ermee. En ik had daar totaal geen moeite mee. Dus het geeft al aan dat het bij je past. Maar het is exact hetzelfde als die van jou. Als die eerste in feite. Ja. En die Les Paul, ja, dat ging weer heel naadloos. Ja, blij. Ik ben erg trots op mijn dochter. Ze kan geweldig goed gitaar spelen. En zeker als je er zo ziet op zo'n Gibson, ja, dan is het natuurlijk hartstikke leuk als vader om dat te zien. Ja, als je hem vast hebt, dan denk je, oh ja, die past gewoon. Ja, niet zo handig op speelt. Dat heb ik ook wel eens bij een Gibson gehad. Dus dat je echt gewoon alles mist wat je probeert aan te slaan. Maar nu ook lukt. Ja, het gaat gewoon. Ja, ze waren aan het testen en ze vonden de gitaar goed. En toen kwam opeens George Kooijmans binnen. Ja, dat was natuurlijk hartstikke leuk. Mijn dochter kende de man helemaal niet. Maar die vader, ja, zijn ogen vielen dus wat uit zijn kast van, wauw, George Kooijmans hier. Het is toch heel leuk dat je dan toch iemand van de Coronering in de zaak tegenkomt. Ja, al met al heeft het toch nog anderhalf uur geduurd. Maar ja, ook al was het vanaf het begin duidelijk, het is toch een traject waar je doorheen gaat met z'n allen. En je groeit eigenlijk naar zo'n aankoop toe. En het klinkt groter dan het is, maar het is toch een hoop geld bij elkaar. Dus ja, ik denk dat iedereen gewoon heel tevreden was hoe het gegaan is. Nou, het is wel voor een koffer waard. Nou, misschien iets te laag zo, of niet? Ja, een beetje. De gitaar is gewoon voor haar. En dat was haar duidelijk, dat was mij duidelijk. Die vader was het ook duidelijk. Maar ja, die moest zijn portemonnee natuurlijk nog even trekken. Dus dat is altijd even pijnlijk. Maar dat hebben we gewoon netjes opgelost. Als ik straks thuis kom, dan ga ik denk ik eerst heel veel spelen. En ja, daarna plek maken om neer te zetten. En dan... misschien even avond eten en dan weer spelen. De hele nacht door. Ja, het is echt een prachtige gitaar waar ontzettend veel ambacht in zit. Ja, ik ben er bijna van overtuigd dat ze, ja, ook nog eens een keer terugkomt. Is het niet hier in de winkel, dan is het zeker op tv. Het is echt iemand die het gaat maken, dat denk ik wel.
Jolie. Ja, Dirk, ik ken Dirk natuurlijk al heel lang. Dat is gewoon iemand die werkte vroeger bij Servaas. Dat is iedereen die in de muziekhandel zit of die gitaar speelt, die kent die naam. Dirk is een goede gitarist en die is heel enthousiast over zijn sound. Hij was niet heel tevreden over zijn gitaar. Dus hij zegt, kan je daar iets aan doen? Dus wij hebben gezegd, ja, wij kunnen daar zeker aan doen. Zeker je gitaar halen, of niet? Ja, oké. Okay. Hij ligt hier. Even kijken. Ja, dit is hem. Kijk of hij gestemd is. Ik stem wel. Ja, oké. Okay. Dat is goed. Ik stem ook wel bijna. Nou, we hebben dus de hardware vervangen. Wow. Dat is beter. We hebben bepaalde onderdelen van de gitaar die we kunnen vervangen, waardoor de gitaar veel beter gaat klinken. Nou, volgens mij is die operatie gewoon goed geslaagd. Ik denk dat het wel beter is, want hij heeft op een bepaalde manier toch, spreekt hij meer. En dat is eigenlijk wel de gitaar, wat je wil van de gitaar, dat hij spreekt. Dat is wel anders, denk ik. Hoor je? De boer. Hij is wel echt beter. Hij is altijd beter.